wat zijn voor u nou de punten waarvan u zegt van ja, dit kan echt niet? Nou, het wordt eigenlijk echt ophokken van leerlingen, als je het zo gaat zien. Verder is de werkdruk enorm en ik denk dat de politiek daar volledig omheen gaat. Ze zien eigenlijk alleen maar onze vakanties, maar ze zien niet dat we rustig 50 tot 60 uur soms in de week moeten werken. Wat vind je ervan dat de leraren gaan staken? Ook oh, vind het goed, vrije dag. Een halve dag staken, dat zou ook wel genoeg zijn geweest en dan hadden wij ook nog wel een beetje les gehad. Ja, ik snap het wel eigenlijk. Ja, ze moeten daar ook meer gaan werken en ze verdienen hetzelfde. Dus ja, het is wel logisch op zich en voor ons is het ook wel fijn. Stel nou even, dit doemscenario gaat door. Wat zou het voor die leerlingen betekenen? Het zou betekenen dat zij te maken krijgen met docenten die overwerkt zijn en dus minder kwaliteit kunnen bieden aan de ene kant. En dat zij dan ook het gevoel hebben dat zij opgesloten worden en niks te doen hebben of in ieder geval niks nuttigs te doen. Heeft het nut, zo'n manifestatie? Ik hoop het wel. In een democratie is het ons recht om deel te nemen aan een staking, om ons mening te laten horen. Dus als we een democratische regering hebben en parlement, dan luisteren ze hopelijk naar ons. Dus u gaat morgen de barricade op? Ik ga zeker de barricade op.